Best for Soil, solarisatie, praktische informatie. Hallo, mijn naam is Miguel en ik werk in Almeria, in het zuiden van Spanje. Hier wordt meer en meer gebruik gemaakt van solarisatie. En in deze Best for Soil video leert u hoe en onder welke omstandigheden deze methode werkt. Bodemsolarisatie is een grondontsmettingsmethode voor de bestrijding van ziekte. Het is de bedoeling om voorafgaand aan het planten of zaaien ziekteverwekkers in de bodem te verminderen. Het is de bedoeling om voorafgaand aan het planten of zaaien ziekteverwekkers in de bodem te verminderen. Het uiteindelijke doel is om de ziektedruk in de bodem zover te reduceren dat het voor minimaal één seizoen economisch voordeel biedt. Bij solarisatie wordt de bodem die voldoende bevochtigd is, gedurende minimaal vier weken tijdens de periode met hoogste temperaturen en zonnestraling, afgedekt met een transparante, dunne, polyethyleen of specifieke kunststoffolie. Deze omstandigheden zijn essentieel voor een succesvolle solarisatie en daarom is deze techniek niet voor alle regio's in Europa bruikbaar. Solarisatie kan goed werken in gebieden met een mediterraan klimaat, dat wil zeggen zonnige en warme zomers, waarbij de periode van juni tot augustus de beste periode is voor een goede solarisatie. De belangstelling voor solarisatie begon toen telers en andere gebruikers merkten dat plastic gemulgde bodems hogere temperaturen bereikten dan niet gemulgde bodems. Ze vroegen zich af of deze temperatuursverhoging voldoende kon zijn om ziekteverwekkers in de bodem te beheersen, vooral in intensief gecultiveerde bodems. Met dit doel voor ogen werden voorwaarden gesteld die dicht bij pasteurisatie liggen: door de bovenste lagen van de bodem te doordrenken met water en deze te verwarmen met zonnestraling. Het temperatuurniveau dat in de zomer in zonovergoten mediterrane gebieden wordt bereikt, kan dodelijk zijn voor de meeste schadelijke bodemaaltjes en schimmels. Piektemperaturen van boven de 45 graden Celsius worden gewoonlijk verkregen op een diepte van 20 centimeter. De diepte waar de meeste ziekteverwekkers leven. Deze methode kan dus het niveau van ziekteverwekkers in de bodem verminderen door thermische inactivering. Het thermisch dodelijke effect van solarisatie kan worden gecombineerd met toevoeging van organisch materiaal. Dit wordt biosolarisatie genoemd, en impliceert de toevoeging van organisch materiaal aan de bodem voordat deze wordt bevochtigd en bedekt met plastic. Biosolarisatie combineert de voordelen van solarisatie met de voordelen die worden toegeschreven aan de afbraak van organisch materiaal. Dat wil zeggen. De productie van stoffen die dodelijk zijn voor ziekteverwekkers, de toename van ziektevrije microbiële gemeenschappen en andere verbeteringen ten aanzien van bodemgezondheid en vruchtbaarheid. De voordelen van solarisatie zijn groter dan de toevoeging van organische materialen. Dierlijke mest, groenbemesters, gewasresten of biofumigatiegewassen kunnen hiervoor worden gebruikt. Er zijn vele voorbeelden van effectieve bestrijding van bodemziekteverwekkers met biosolarisatie en solarisatie. Aaltjes en schimmels zijn uitgebreid bestudeerd in laboratorium- en veldproeven. Enkele voorbeelden zijn Fusarium van anjers, meloen, tomaat of komkommer, Phytophthora capsici en Phytophthora parasitica, Meloidoncune incognita, Meloidoncune. יווניקה, ואתיציליום טליה, ריצוטוניה שולני, פיר ליקופרסיקי, אוף פרטי לנכוס טוני.